Hallo, welkom op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Leroy en ik ga vandaag de Open Orakel dagkaartreading doen voor 3 oktober 2021. Ik ga drie kaarten voor jou nemen. Dat is de eerste. De tweede kaart. Helemaal achteraan. En de derde kaart. De eerste kaart voor vandaag is... Oké, geef aandacht aan bepaalde tekens, symbolen in je leven. Vandaag mag je daar even extra op letten. Misschien wilt een bepaald teken of een symbool of iets in de natuur jou iets vertellen. Je durft daar even extra aandacht aan te besteden, je daar wat meer voor open te stellen. En heb er vertrouwen in dat je daar dan ook weer antwoorden en inzichten uit kan krijgen voor jezelf en voor je eigen ontwikkeling. De tweede kaart is eeuwige liefde. Oké. Ga vandaag even extra verbanden aan met mensen waarmee jij de eeuwige liefde mee voelt. Kan je partner zijn, man, vrouw, kan je kind zijn, kan familie zijn, vrienden, wie dan ook. Ga er vandaag even extra tijd en aandacht aan besteden en haal er dan wat meer positiviteit en energie voor jezelf uit. En daardoor ga jij je dan ook beter voelen. Ook dat kan je weer antwoorden en inzichten geven. En de derde kaart is intuïtie. Komt heel erg mooi overeen met de eerste kaart. Hè? Intuïtie, vertrouwen, inzicht, bewustzijn, begeleiding. Je intuïtie is je altijd behulpzaam. Durf op te vertrouwen. Letterlijk, hè? Staat je ook onder. Durf dan ook inzichten daaruit te verkrijgen, bewustzijn. En laat je ook een stukje daardoor leiden. Durf je daarin te laten begeleiden, om het zo maar even te zeggen. En dan ga je daar ook weer vormen van antwoorden en inzichten uit, wat je ook misschien veel meer gaat brengen. Dus zet die stappen en dan komt dat in orde voor jou. Oké, hartstikke mooi. En in ieder geval weer bedankt voor het kijken. Geef even een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En laat je onder natuurlijk even een reactie achter. Vergeet je dan natuurlijk ook even niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Tot de volgende keer. Hoi hoi.